met een gloednieuwe podcast. Ik ben hier vandaag met een hele goede maat van mij, Maxime. Yes. We zijn eindelijk samen op podcast geraakt. Maxime, stel jezelf eens voor iedereen die je nog niet kent. Jawel, dus ik ben Maxime. Ik ben actief op social media wel, vooral Instagram en TikTok. Ik post daar veel van fitness op, maar ook over mindset en dergelijke. En zo hebben Klaas en ik elkaar ook gevonden. Mm-hmm. We hebben dezelfde mening over verschillende zaken, maar vooral over financiële zaken zijn we eerst zo beginnen connecten, want ja, geld is belangrijk en we willen allebei wel... We zijn heel jong, dus als we nu al daarmee bezig zijn, nu krijgen het, dan denk ik wel dat we ver kunnen geraken. Ja. We kennen elkaar nu al een paar jaar. Wat ik vooral merk aan ons beiden is dat we allebei wel meer willen in het leven. Exact. Dus niet gewoon het basic leven leiden. Je studie afmaken en gaan werken en de rest van je leven wachten op pensioen. Ja. Ik merk dat we allebei wel meer willen. Ik weet niet, waar ligt uw focus nu momenteel het meeste op, dat je het meest mee bezig bent? Momenteel, ik ben heel gedisciplineerd in fitness. Ik train nu 2 jaar of dergelijke. Voeding is redelijk goed over het algemeen. Maar ik merk financieel wil ik veel gaan groeien. Dus financieel wil ik echt nog wel groeien. Ik ben 19, ik ben nog een groentje toch? Nee. Als we nu al starten, inderdaad, ja, ik ben geïnteresseerd in het businessleven. Ik heb ook heel even business gestudeerd. Bedrijfsmanagement internationaal ondernemen. Niet veel mensen weten dat. Ik heb dat een paar maanden gedaan. Wat was de reden dat je gestopt werd, als ik mag vragen? Ik merkte school, ik ben niet de perfecte student. Mm-hmm. Ik zal het zo zeggen, studeren voor mij. Ik vind business life heel interessant, maar ik wil gewoon erin gaan en mijn eigen plan trekken. Leren van mensen. Ja. Kom naar school, ik heb examens gedaan. Ik heb 2 examens gedaan, ik heb die punten nooit gecheckt. Ja. Los gebuist volgens mij, dus ik heb nooit open gedaan, ik weet niet hoeveel ik heb. Maar voor mij is school... Voor vele mensen is school, zeg maar, hoe hoger je gaat, hoe hoger het diploma, krijg je een stabiele job. Mm-hmm. Ik ben niet de guy dat Latijn studeren, dat hoog in die rang zou kunnen kwalificeren, zeg maar. Maar ik merk wel van, ik ben geïnteresseerd in financiële zaken en groei en ja, gewoon echt wel de beste versie van mezelf kunnen worden. Mm-hmm. En jij ook. Dus, tuurlijk, ja. Inderdaad, de beste versie van jezelf willen worden, dat is omdat je wilt steeds beter en jezelf op alle vlakken verbeteren. Nu, je ziet er ook heel zakelijk uit, je ziet er klassie uit, je zult het wel zien op beeld. Nu, dat is ook iets wat ik altijd wel gemerkt heb bij u, je gaat altijd een heel hoog zelfvertrouwen niveau. Dat bewonder ik, en ik denk dat nog veel mensen dat bewonderen. Hoe is dat eigenlijk gekomen, of hoe heb je dat jezelf aangeleerd? Want ik denk dat zelfvertrouwen zeker aan te leren valt. Ja, exact. Ik heb die vraag vaker gekregen. De eerste keer dat ik die kreeg, dacht ik, oei, hoe heb ik dat ook ontwikkeld? Mm-hmm. Mijn zelfvertrouwen, ik ben opgegroeid. Ik heb fantastische ouders, lieve ouders. Mm-hmm. Gewoon werkende mensen. Ik had een heel goede vriendengroep. Maar ik merkte na een tijdje, we gingen naar het middelbaar. Ik ging alleen naar een andere school. Ja. En rond mijn 15 of dergelijke. Ik begon te puberen. Die andere vrienden van toen waren ook al aan het puberen. En ik merkte, ik hoorde niet meer bij die groep. Ja. Dus op een gegeven moment had ik van echt goede vrienden, mm-hmm. had ik niemand meer. Zat ik heel de zomervakantie alleen thuis. En wat werd je toen? 15 ongeveer. 15, ja. Dus als ik er nu op terugkijk, denk ik, oei, dat is zielig. Maar vanaf daar ben ik... Omdat ik niemand had, kon ik ook niet beïnvloed worden door andere mensen rondom mij heen. Ja. Dus dan ging ik eigenlijk mijn eigen pad zoeken. Dus dan ging ik beginnen met boeken lezen, mentor zoeken, mm-hmm. Mindset dingen bekijken op YouTube. Zo ben ik eigenlijk gestart en van daaruit ben ik beginnen bouwen, heb ik mezelf gevonden in de fitness. Mm-hmm. En dat heeft voor mij echt wel veel gedaan, dat je groeit fysiek, maar voor mij was dat mentaal, want elke dag sta je daar weer. Ja. Die discipline heeft mij zo wel gebracht tot de persoon waar ik ben. Ik heb nog, ik spreek voor mij, maar over iedereen denk ik wel een lange weg af te leggen. Maar zelfvertrouwen is wel iets, soms dan denk ik van, oei, ik heb hier een vetje of zo. Mm-hmm. Dan voel ik me daar onzeker als het groot wordt, maar dan weet ik van, oei, dat kan beter. Ja. Dat kan ik aanpassen, dus dan doe ik dat ook gewoon. Dus als je elke dag heel onzeker bent, dat lijkt me wel moeilijk ook om daarmee om te gaan. Dat is niet makkelijk. Dus ik weet niet wat dat bij u is, hoe dat jij dat
Wel, eigenlijk een beetje hetzelfde als dat jij zegt. Ook zo rond mijn 15, 16 Ja. jaar was ik ook echt zo'n heel skinny guy. Ik ga niet zeggen dat ik nu super breed ben. Maar ja, ik was heel laat in het jaar geboren, 26 december. Dus eigenlijk was ik een jaar jonger dan degene in mijn klas. Iedereen was al groot, uitgezet. Ik was nog te klein ventje. Op mijn 15 leek ik 12 jaar. Ja. Dus je snapt wel, je voelt je dan echt. Shit. Ja, je voelt je echt een kind. Je Loser, voelt je ja. wat minder dan de rest. En sindsdien ook ja, echt beginnen trainen. Ook meer beginnen bezig zijn met het mentaal welzijn. Snap je? Want Oeh, goeie. je Fysiek weet en op die mentaal. moment Ja. dat je je slecht voelt. Dat is iets Zot. mentaal en dat komt uit je fysieke. Dat is echt, ja. Dus dan ben ik veel beginnen trainen, beginnen erover lezen, podcasts luisteren. Ja. En zo merk je dat je eigenlijk alles zelf in de hand hebt. Ja, dat is wel. Dat is hetzelfde. Ik vind nu ook iets waar ik het ook wel over heb. Die body positivity. Dat is ook een heel groot Ah. gegeven op Instagram. Ik vind dat goed dat je Ja. positief moet zijn over je lichaam. Maar wel iets wat ik wil aankaarten. Elk lichaam is mooi, maar soms zie je op. Nee, dat is wat ze zeggen, hè. Maar soms zie je zo filmpjes van heel extreem dikke mensen dat eigenlijk naar mijn weten echt ongezond is, dat ze toch proberen te zeggen van, hey, dat is body positivity. Ik weet niet. Wat vind jij daar zelf over? Body positivity. Body positivity voor mij, dat is voor mensen die brandwonden hebben, amputees. Hè? Dus je hebt jouw benen of dergelijke verloren. Dat is niet voor luie mensen die gewoon vet zijn, die niks willen doen. Jouw gezondheid gaat er gewoon aan. Veel mensen hebben een grote mond op dat gebied van ik voel me wel goed. Maar als ze dan dieper gaan kijken en gaan spreken met die mensen. Dan merk ik ook dat daar veel onzekerheid zit en willen ze eigenlijk wel veranderen, maar hebben ze schrik van alles en zijn ze eigenlijk aan het botsen met hunzelf. Ik vind body positivity, dat is iets. Ik snap wat er bedoeld kan worden, maar als je onzeker bent en je weet dat je het kan veranderen, doe dat. Je gaat trots op jezelf zijn. Je gaat zeggen van kijk, I'm the shit. Hier sta ik. Je gaat je ook goed voelen. Dat is iets. Je moet een beetje de balans zien te vinden, was het voor jou, maar als je onzeker bent of je voelt je daar slecht aan, veranderen. Daar wil ik ook even op inpikken, omdat je zegt van je kunt dat zelf veranderen. Ik vind ook dat vaak die body positivity gebruikt wordt als een soort van joker. Van kijk, ik voel mij dik, ik voel me er niet goed bij, maar oh, kaartje van body positivity. Dus, Exact. Oh. ik breek de boel al af. Dus ik kan eigenlijk dik blijven, want iedereen is mooi of iedereen mag zich zo zijn. Nee, dat is gewoon ongezond. Ja, En je moet dat niet exact. gebruiken als excuus dat je niet aan jezelf moet werken. Ga gewoon naar de gym, eet minder, train. Voilà. Oké, er zijn wel mensen met een ziekte of zo, of Dat wou ik ook zeggen. Je hebt die echt mensen met niet kunnen afvallen of botziekten. dergelijke. Maar dat is een uitzondering. En de meeste mensen zeggen altijd van... Ja, maar ik kan dat niet aan doen. Er zijn mensen die dat niet aan kunnen doen. Daar heb ik ook respect voor. Mensen die obesitas hebben... Ja, ik vind dat afschuwelijk, hè. Als ik denk van, hoe zou die... Hoe voelde die je nu eigenlijk? Je hebt kinderen, je wilt daarmee spelen, dat gaat niet, je bent moe. Je kunt zoveel dingen. Jouw life wordt echt een daily struggle met kleine dingetjes. In de auto gaan, naar de winkel gaan. Je kan. Zulke zaken wordt echt beperkt dan. En dat is wel echt iets. Ja. Nee, dat is waar. Het wordt te vaak goed gepraat, terwijl het Ja. eigenlijk heel ongezond is en echt niet goed is om zo in Niet het leven te iedereen moet. staan. Je moet dat voor jezelf uitmaken. Wat is jouw droomlichaam? Waar wil ik naartoe werken? Niet iedereen hoeft maatje, weet ik veel, 36. Ik ken die vrouwenmaat niet, ik doe het op gevoel. Weet je wel, echt gespierd afgetraind zijn. Dat is voor iedereen anders, maar er is wel een grens dat ik trek. Vaak mensen met body positivity, dat vind ik oké, maar mensen met obesitas en dergelijke. Ik zeg niet dat dat slechte mensen zijn, totaal niet, ik kan daar goed mee overweg vaak. Maar op sommige gebieden zie ik wel. Lui en ongedisciplineerd. En dat is ook iets. Met welke mensen ga je om als je weet dat die. Ik zeg niet dat iedereen dat dik is lui is, want er zijn heel veel hardwerkende Tuurlijk, mensen, ook maar ziektes en vaak dergelijke. hoort het er wel bij en komt het er ook bij kijken. Ik ben nogal kieskeurig geworden met de mensen waar ik mee omga, omdat ik zelf ook heb gemerkt dat heel veel invloed heeft op mezelf. Ik ga met jou om, ik ga een leuke babbel hebben. Ik kan met jou babbelen over mindset, geld en de toekomst. Hoe gaan we het aanpakken? Hoe gaan we het Tuurlijk, maken? de goede talks, hè?
En met de andere, ja, zit je op café en die praat over zijn buurvrouw dat de was heeft gedaan. Dat is letterlijk niet. Dat gaat dus, ook niet verder helpen. Nee. Dat vind ik ook wel belangrijk. En als je altijd over die business praat en die fitness en die persoonlijke groei gaat opzoeken en met jouw vrienden, dan gaan mensen ook zeggen van, hey jongen, Tim is altijd met zijn eigen bezig, die wil alleen maar groeien. Ik wil gewoon de hele dag gamen, een beetje aftrekken, een beetje. Dat was, weet je wel? Ik weet niet of er kinderen luisteren. Ja, nee. Masturberen. Nee, ja. Wat vind jij daarvan, masturberen? Daar heb ik ook nog over. Ja, het is ergens ook een taboe over. Hè. Wordt niet veel over gepraat, maar ergens. Ik vind het dubbel. Want er wordt gezegd dat het ergens enerzijds goed is voor de gezondheid, hè, tegen prostaatkanker. Dat je dingen eens gelucht worden, zal ik het maar zeggen. Ja, langs de andere kant vind ik het ook niet goed als jij elke dag dat gaat doen en het een beetje de echte waarde van seks verliest met een vrouw, omdat je het eigenlijk steeds op jezelf doet. En dan vind ik nog een verschil tussen masturberen gewoon op jezelf of op porno. Want ik denk porno, dat is echt fucked up. Omdat, we staan er niet bij stil, hè. Maar ik heb eens over een quote gehoord. En dat is dat eigenlijk een 10-jarige nu op 15 minuten meer blote vrouwen kan zien dan 300 of 500 jaar geleden de rijkste keizer op zijn hele leven heeft gezien. Dus als je daar even bij stilstaat, dat is niet gezond. Nee. Want jij wordt dat zo gewoon. Van blote vrouwen en zo te zien. Je hebt zoiets van, voor wat moet ik nog... Oké, ik zeg niet... Niet voor elke vrouw te krijgen, moet je niet in perfecte shape zijn. Moet je niet financieel zijn. Moet je niet goed kleren. Moet je niet de top zijn. Maar als je weet van, oké, als ik nu pizza eet, ik ben dik, ben lui, ik stink heel de dag, ben onhygiënisch. Ja. En ik kan nog altijd een beetje aan mijn piemontje liggen trekken daarop. kan kiezen welke vrouw ik pak. Ja. Of je zegt van, oké, die shit, ik doe dat niet. Ben daar klaar mee. Ik moet zien van, seks en zo, dat is een basisbehoefte. Dat is een nood. Dat is belangrijk. Dus dan moet je daar ook voor werken. Je gaat jezelf moeten upgraden. En daar is... Ja, ik weet niet. Ik vind dat wel echt belangrijk om als persoon te groeien doorheen jouw hele leven. Sowieso. En het leven is een en al groeien, hè. Ja. Ja, zoals... Ja, met masturberen gaat hij ook groeien, maar... Ja. Ik weet niet. Ik ben persoonlijk echt van afgestapt van masturbatie. Ik denk nu... Bijna een half jaar. Ja? Maar echt volledig? Of enkel... Nee, niks meer. Porno. Ik doe het alleen tijdens seks. Zelf soms... Nee, nu begin ik heel persoonlijk te worden. Tijdens de seks, dan moet je... Ja, dan... nee, ik heb seks... Ja, voorspel... Deze stuk knippen ga ik... Nee, maar ik bedoel maar... masturbatie, ik ben ermee gestopt, omdat... Als ik over mezelf spreek, maar ook over vele andere guys, dat ik hoor van... Wanneer doe ik dat? Jij zei voor veel... Ah ja, wanneer masturberen? Ik hoor van mezelf en van veel guys... je doet dat als je je verveelt. Jij wakker ligt in bed, jij zit op je gsm, je hebt niks te doen. Je moet daar komen slapen. En dan ga jij wel een piemontje liggen trekken. Ik vind dat... Ja, je voelt je achteraf ook shit, hè? Je voelt je echt... Je voelt je toch leeg? Ja, je voelt je echt shit. Ja, leeg wel, ja. Letterlijk, hè. Letterlijk, ja. Die soldaatjes van jou, die zijn gewoon weggegaan. Dat is energie en ik heb zoiets van... Ja, je testosteron... Pijl zakt ook weer ineens drastisch. Ja, exact. En ik voel ook dat je veel minder productief bent. Als je dagelijks masturbeert, daarna voelt je zo... Je hebt zo geen zin in om iets te ondernemen, omdat je voelt zo... Verzadigd. Ik heb misschien ook een slecht woord, maar... Dat is overlaag. Dus jij zelf masturbeert gewoon niet? Ik zelf masturbeer niet. Ik heb dat vroeger gedaan. Waarom? Ik kijk naar mezelf. Ik denk, wat zit jij nu eigenlijk aan het doen? Wat zit jij voor een loser? Je zit daar aan je piemontje wat te trekken. Terwijl, je moet eigenlijk gewoon slapen. Je bent seksueel gefrustreerd. Je voelt je vies. Achteraf voelt je nog slechter. Mm-hmm. Bij mij heb ik zoiets van, kijk, heb gewoon echt seks. Seks is gewoon belangrijk. Als je daar goed in bent, dat is ook gewoon een positieve eigenschap. Ik heb gewoon echt alleen maar seks. Ja, niet dagelijks of dergelijke, maar ik heb voor mezelf voorgenomen. Dagelijks. Ik ga niet meer masturberen, momenteel toch. Ik ben nu een halfjaartje bezig, omdat ik voel me gewoon echt shit. Dus ik heb zoiets van,
Ik moet gewoon echt seks hebben als ik een mooie pop mee wil. Dan moet ik aan mezelf werken. Dus dat gaat altijd weer door naar ja, persoonlijke groei. Ik wil seks, oké, dus dan ga ik niet als een loser in bed moeten blijven liggen. Moet ik fris kleden, moet ik er goed uitzien, Ja, verzorgd zijn en zo. Ja. inderdaad. Want we waren begonnen over zelfvertrouwen, dan over body positivity. Het lichaam waar dat je in zit, dat zorgt ervoor hoe dat je je voelt. Ja, als je dik bent of struis, je vindt jezelf niet mooi, je gaat je slecht voelen. Maar ook hoe dat je je kleedt, want je ziet er zakelijk uit. We kleden ons graag mooi. Maar mensen onderschatten wat voor een invloed dat ook heeft op je mindset, op je gemoedstoestand. Perfect. Ja. Je voelt je gewoon als... Ik kan eerlijk zeggen, ik ben hier nu in gekleed broek, loafertjes, pullover met een hemdje. Vroeger droeg ik ook die baggy jeans, omdat mijn vrienden van toen, die droegen dat ook. Ja. Ik was zo mijn stijl nog aan het zoeken en je moet die stijlen proberen. Voor sommige mensen is die baggy jeans de optie, maar... Voor mij, hoe wil ik persoonlijk overkomen bij mensen? Dat is de vraag die ik mezelf stel. En dan denk ik, oké, ik wil naar de businessman worden later. Ik wil een eigen zaak hebben. Dan moet ik niet in een jeansbroek komen, in mijn opinie. Omdat ik me daar niet meer goed in voel. Ik heb die stage al gehad. Dat is iets, dat moet iedereen voor zijn eigen uitmaken. Maar ik probeer me wel altijd naar die classy old money style. Voel ik me veel beter in dan dat ik daar zit, ja. Dat is wel, want ook bijvoorbeeld in het weekend, vroeger tijdens school, tijdens examens, had ik dat ook vaak. Ik dacht van, ik ga gewoon een joggingsbroek dragen. Dat zit gemakkelijk, maar ik merkte echt vaak, je zit dan de hele dag bijvoorbeeld in je zetel of aan je bureau. Ja, en je voelt je echt gewoon shit, omdat je kijkt naar jezelf in de spiegel en je draagt een joggingsbroek en een afgeleefde hoodie. Ik zeg niet dat je dat eens niet mag dragen, maar als je je altijd daarin voelt, gaat je ook... Hij gaat je mind zich daarnaar aanpassen en denken dat is van, wel, dat is voor mij een zwerver. Ja. Dus als ik een kostuum draag, ik draag dat echt super graag, of een hemdje. Ja. Dan voelt je ook, je gedraagt je daarnaar en je hoofd je gaat zich daar beter. Ook naar. Ja, inderdaad, omdat als jij nu in een jogging op een gelegenheid, een event komt, of je komt eraan in een kostuum, mooi pak, mooi horloge, verzorgd, welke personen ga je aantrekken? Ja, nee, dus inderdaad, als je dan als je naar een event of dergelijke gaat en je komt eraan in een joggingbroek of dergelijke, welke mensen ga je aantrekken? Mensen met een joggingbroek. Als je daaraan komt in kostuum, mooi horloge, loopvoertjes, puntschoentjes, gekleed, verzorgd, dan ga je ook een bepaald soort mens aantrekken, dat klopt. Aantrekken, inderdaad. Dat is ook iets, dat heeft heel veel invloed van hoe doe je listen to. Ik heb heel veel, of ja, iedereen krijgt veel kritiek, veel roddels. Maar persoonlijk, bij mij, ik luister alleen naar de mensen die hebben wat ik wil hebben. Dus heb je een goed lichaam, dan ga ik naar jou luisteren op fitnessgebied. Heb je financiële vrijheid, dan ga ik naar jou luisteren voor financiële zaken. Ik heb met mijn mentor nog pas een call gehad, naar hem luister ik. De fout dat veel mensen maken... Ik heb fantastische ouders, echt waar. Maar hun zijn ook gewoon 9 to 5. Hun werken hard. En ik zou het persoonlijk niet kunnen. Ik ben ook gewoon aan het werken. Gewoon voor te starten. Maar ik ben wel bezig met mijn geld. Wat ga ik ermee doen en dergelijke. Ja. Die 9 to 5, ik zou zo hard niet kunnen werken. Dus ik ga ook niet luisteren naar... zelfs mijn ouders financieel advies. Omdat die niet zijn waar ik wil zijn. Ik ga niet luisteren naar de bakker. Omdat die... Ja, ik wil geen bakker worden. Hè. Inderdaad. Dat is goed. Dus dat is heel belangrijk, denk ik, naar welke mensen ga je luisteren, inderdaad. Ja. Dat klopt. Ja, je moet geen advies... Stel, je wilt een zakenman worden, dan moet je geen advies nemen van iemand die in een sociale woning op de rand van de stad woont en heel zijn leven in een fabriek werkt. En dat is geen kritiek, zeker niet. Ik wil die mensen niet afbreken, respect daarvoor, maar dat is ook zo'n gezegde, je gaat het vast wel kennen. Zo. Ja, en ook de mensen waar dat je rondhangt, daar... gaat je naar aanpassen. Als je met vier zwervers omgaat, word jij de vijfde worden. Ja, als je met vier miljonairs omgaat, word jij waarschijnlijk de vijfde. Ik zeg niet dat alles in de handen ligt van wie je mee omgaat. Maar heel veel. Maar als je zelf hongerig bent en je wilt, dan kun je je... Inderdaad ook. Dat is ook laten zoiets. Meegaan. Ja, je moet een beetje... Je zei met... Iedereen heeft op lagere school gezeten. Je zit daar met vriendjes, vriendinnetjes. En daar, uiteindelijk gaat iedereen zijn eigen weg. Dus blijf jij bij die mannen. Dat kan soms goed zijn, maar dat kan ook slecht zijn. Je
Je moet gewoon kijken, vind ik, van welke persoon ben ik? Hoe wil ik worden? Oké, welke personen ken ik dat zijn zoals ik wil worden? En je gaat daarbij aansluiten, je gaat daar naar luisteren. En je gaat je ook veel beter voelen, je gaat daar betere gesprekken mee kunnen hebben en dieper op kunnen ingaan. Als je, ja. Nu, wij spreken vooral over business, maar als je bijvoorbeeld iemand bent dat vol met tattoos staat, dan ga je ook vaker naar mensen toe die ja. daar veel tattoos hebben. Dus dat is een beetje, ja, hoe doe je listen to? Het heeft heel veel invloed. Exact. Nu, je hebt zelf veel volgers, denk ik rond de 10.000 op Instagram. Of 15.000. 15.000, of het is al 500 meer. Verloren deze week. Ja, nee, 15.000 is heel veel. Vind je dat niet wat controversieel met het feit dat je je kring, veronderstel ik, wilt je klein houden, beperkt met enkel kwaliteitsmensen? Hoe ziet je dat dan met je Instagram? Want dat lijkt dan toch een hele grote kring? Ja, inderdaad. Instagram is nu 15.000. Dat is veel en niet veel. Dat is iets meer dan het gemiddelde, maar dat is ook niet... dus in de toekomst, dat gaat sowieso nog wel hard groeien, dat kan ik wel zeggen. Oké, nice. Meer daarover later, off camera. Maar ik ben daar wel mee bezig. Only van... fans, wat? Helikopter! Ik heb ook daar gehad dat ik heel dag op Instagram zat. En dan ga je heel de tijd consumen. Dan voelt je je shit, dat is je tijd een beetje verneuken. Als je content produced, Instagram, TikTok. Ik verdien daar geld mee. Veel. Wat is veel? Voor de ene is dat veel, voor de andere niet. Inderdaad. Hangt er ook vanaf hoe je het aanpakt. Ik heb, toen ik 10.000 volgers had, heb ik meer geld verdiend dan ik nu. Omdat ik nu, ik heb geen management. En ik gebruik niet zoals ik het zou moeten gebruiken. Dus momenteel mijn collabs zijn iets rustiger. Maar dat is ook weer iets van, hoe ga je met die mensen om? Hoe wil jij jou uiten naar die mensen? Ik zeg het, ik zet daar heel veel op van Maxim, hij is in de gym. Jullie zien mij feesten vaak. Maar jullie zien ook niet aan mijn kant. Ik, op Instagram, ik kom over, je ziet me daar in de club. Ja, ik zie soms mijn sigaar op die story. Kun je daar iets meer vertellen? Ja, ik doe sigaren bij mij. Ik ben anti-roken, maar ik doe wel sigaren. Ik weet, sigaren technisch gezien is het roken, maar roken relateer ik naar sigaretten. Ja. Sigaretten vind ik gewoon, in mijn opinie, ik vind dat bullshit. Bij sigaren, voor mij, ik doe dat... Ik klink een sigaar aan succes. Dus als ik zo'n goede Cubaanse sigaar... Een beetje Andrew Tate... Ja, ik heb veel mensen gaan ook zeggen van Maxim wannabe Andrew Tate. Ik wil hem niet zijn, maar met veel, veel zaken volg ik hem wel. Niet alles, maar hij is een man. Andrew Tate is een man, hij heeft uitgesproken mening en hij gooit dat op het internet. En veel mensen zijn voor of tegen hem. En diegenen die hem volgen, hadden die gedachten ook al. Maar die zijn ook op zoek naar een leidersfiguur. Een typetje dat hem een beetje... stuurt en mensen kunnen zich heel goed mensen kunnen zich heel goed volgen in Andrew Tate. Er zijn ook heel veel mensen tegen. Persoonlijk, ik ben voor. Ik heb dankzij hem ook al geld gemaakt door een van zijn lessen gewoon toe te passen van speed, alles als je snel doet. Alles wat je vandaag op één dag doet, kon op een halve dag zijn gebeurd. Met business ook. Gewoon snel alles laten rondgaan en dat gaat veel beter. Ja. Ja, Andrew Tate heeft heel uitgesproken meningen. Hè. Hij heeft ook een uitgesproken mening over vrouwen. Daar krijgt hij vaak kritiek over. Dat is ook een heel breed onderwerp. Hij zegt vaak... hij heeft een visie over vrouwen. Dat je in het leven... Ofwel kun je de playboy uithangen. Ofwel kun je zeggen van... Kijk, ik wil mij echt fixeren op één vrouw. En daar de rest van mijn leven bij zijn. Ja. Ik weet niet wat uw visie is. En zeker op deze leeftijd zijn er wat twee groepen. Hoe dat jij op deze moment denkt over relaties of liefde? Goh, persoonlijk, sowieso Andrew Tate. Dat is een heel slimme gast. Hij heeft TikTok overgenomen. Hij heeft dat door allemaal shorts te plaatsen. Zijn mening doet hij kort door de bocht. Dat gaat viraal. Maar als je daar de achtergrond naar gaat kijken. Dan vaak klopt dat wel, in mijn opinie. Hoe ik naar vrouwen kijk, persoonlijk. Ik heb... ik heb iets meer... Ik mag wel zeggen van mezelf dat ik iets meer aantrek heb dan de gemiddelde 19-jarige. Ja. Ook gewoon door Insta, dat is al pregame dat je gewoon hebt. Ja. Dus dat helpt sowieso. Bij mij, ik ben iemand... Ik ga mijn vrouwtje zien en zeggen van, ja, dat is ze.
met haar wil ik samen zijn. En ik heb nu wel redelijk wel aandacht, zal ik zeggen. Maar als ik een vrouw zou hebben, ik ben ook degene dat dan loyaal zou zijn, omdat ik weet hoe die aandacht is. Veel mannen zijn niet loyaal, die hebben gewoon geen opties. Dus als ze kunnen cheaten, zouden ze cheaten. In mijn opinie, ja. Hoe is het nu, op deze moment? Denk je van nu, ik wil me wel focussen op een relatie, of denk je, ik wil nu van het leven genieten? En... Ik zou een relatie, daar sta ik voor open. Alleen, ik ben wel iemand, ik wil een dame, ik wil een hoge dame, een dame met status. Op deze moment, ja, financieel kan ik nog groeien, ik kan nog knapper worden, beter kleden, fitness kan beter. Dus alles kan beter bij mij, dus ik moet eerst aan mezelf werken, groeien. En ook zeg maar... En nu het even. Elke de G worden, zoals ik het zeg, de high value man worden. Mm-hmm. En eens ik daar ben en op mijn eigen focus, dan komen die dames wel, dan trek je dat aan. Dat is iets, ik weet niet of wat jouw opinie daarover is, maar veel mensen gaan, ja, mannen vooral, of ja, lesbisch, maar daar ga ik niet over, daar weet ik niet veel van. Veel mannen gaan vaak achter de vrouwen lopen, terwijl als je aan jouw eigen doelen werkt, ga je een beetje aantrekken. Of ik weet niet hoe jij daarover denkt. Ja, je hebt ergens sowieso wel een punt. Kan ik akkoord mee gaan. Anderzijds wil ik ook wel eens de mening van anderen in het licht zetten, die vaak bijvoorbeeld zeggen van, kijk, als je nu van de een naar de andere gaat, zeg maar, van je jeugd geniet, ja, later gaat dat in je nadeel spelen voor als je een echte, een vaste relatie wilt. Ja, je reputatie is om zeep. Langs de andere kant vind ik ook wel, je moet van je jeugd wel eens hebben genoten, wat geëxperimenteerd, in beperkte mate natuurlijk. Hè. Nee, ik volg jou wel, ik denk ook, ja. Ik vind gewoon, je moet toch wel wat van het leven geproefd hebben, wat geëxperimenteerd hebben. Want als je direct, het kan zijn als je echt de one tegenkomt en je denkt van, amai, hier wil ik echt verder mee, gaat dat zo zijn. En ik denk niet dat ik nu ga zeggen van, nu ga ik van mijn leven genieten tot die leeftijd en dan pas wil ik een relatie. Ik denk, nee, stel ik kom die morgen tegen en ik ben echt tot over mijn oren verliefd en die is ambitieus, die heeft doelen in haar leven, et cetera, echt inhoud, dan ga ik zeggen, ik ga daarvoor. Maar voor minder ga ik me echt niet al settelen en denk ik van, dan kun je beter wat op onderzoek gaan en je ziet wel waar dat je uitkomt. Ja, exact. Dat is echt. Ik heb zoiets, persoonlijk, ik heb daar wel moeilijk mee met vrouwen dat experimenteren. Mm-hmm. Als ik ga kijken later naar mijn vriendin. Is ook een verschil, hè? Mannen die experimenteren of vrouwen. Ja, ik. Het is inderdaad ook nog een verschil, vind ik, tussen vrouwen of mannen. En dat is ook een bekende gezegde van Andrew Tate. Ik ga even citeren. Dat is dat als je gast zijnde, een gast is eigenlijk een sleutel en de vrouw is een slot. En als jij een sleutel hebt die alle sloten kan openen, is een magische sleutel. Maar een slot dat door alle sleutels geopend kan worden, is gewoon een slecht slot. Ik weet niet hoe dat jij daar tegenover staat, maar ja, sommigen zeggen dat als je gast, je hebt al veel vrouwen in je bed gehad, dan is dat precies een legende. Maar als je als vrouw veel gasten in je bed hebt gehad, word je een slet genoemd. Ja, exact. Ik heb er ook een uitgesproken mening voor. Ik heb er al veel kritiek over gehad. Maar persoonlijk vind ik wel, in mijn opinie, ik volg dat gewoon. Ik vind ook, een man heeft seks met wie ze kunnen hebben. Dus als die veel seks heeft, betekent dat een high value man is. Heeft een vrouw veel seks, ze heeft seks met wie ze wilt. Dan is, slet is een groot woord, maar... Bedoelt je omdat als vrouw, als je een knappe vrouw bent, en mannen zijn zeer testosteron gedreven, dat voor een vrouw dan makkelijker is om seks te krijgen dan een man die er moeite voor moet doen? Als jij bent een dikke, vieze, stinkende vrouw, jij staat daar in de club, jij bent 5 op 10. Alsnog zijn er hongerige mannen, die misschien een 6 of 7 zijn, die naar jou komen en die vrouw heeft seks als je wilt. Een man is het tegenovergestelde. Heb ik vaak toch de indruk. Een man moet vaak knapper zijn. Moet al die... De looks hebben. De looks, financiële status. Dan spreek ik wel over de one top procent.
dat we viseren nu. Maar als een man echt een G is, dan gaan die vrouwtjes komen. Of ja, toch de topvrouwtjes. Maar je gaat zelf zien dat een vrouw dan 9 is en een man dan 7 is. Dat zie je niet zo vaak. Tegenover een fat bitch, dat stinkt, dat vies is. Ja. Die heeft nog altijd seks als ze wilt. Ja. Als jij nu op jouw gsm gaat en je stuurt een chick van, hey, kom over. Dat gaat moeilijker zijn dan dat een chick jou stuurt. Je denkt, punani, je bent weg. Dat is inderdaad. Dat kan ik aan. Want wat vind jij een hoge bodycount? Gaan we vervaarlijke noemen vraag. Straight in the mic. Nee. Een hoge bodycount, ja. Ik vind dat is ook afhankelijk. Als je al bijvoorbeeld op je 16 de eerste keer een relatie had, of op je 17, en je hebt ieder jaar een ander lief gehad, wij dan spreken telkens van een jaar, en je bent nu 25, ja, je hebt eigenlijk 10 verschillende relaties gehad van een jaar, dan snap ik. Je hebt dan bijvoorbeeld bodycount 10. Dan ga je dat minder snel hoog vinden dan dat je bijvoorbeeld op een jaar tijd single had en 10 partners hebt gehad in bed. Nu, dat vind ik, ja, dat is iedereen zijn persoonlijke mening. Daar ga ik me niet echt over uitspreken. Ik vind dat is afhankelijk. Maar om terug te komen op daarnet, als je echt dus je wilt settelen met een vrouwtje, hè, je wilt dat die echt doelen heeft in het leven, dat je ermee samen kunt bouwen. Maar als er al 50 piemels in hebben gezeten, zou ik dat heel moeilijk vinden. Ik zou het niet. Ik ben wel een trots persoon. Ik wil er altijd goed voorkomen, zal ik zeggen. Ik wil ook een vrouwtje hebben dat ik zeg, kijk, dit is mijn vrouw. Ik hoef die andere chicks niet. Mm-hmm. Maar als ik haar meeneem naar de club en er komen kaars mee, ah ja, ik heb daar al in gezeten, ik heb jouw vriendin al genukt. Ik zou dat niet aankunnen. Je kunt moeilijk elke keer gaan vechten. Ik heb ook zoiets, als ze heel moeilijk is, ook naar mij toe en naar iedereen toe, dan weet ik van, oké, ze gaan niet zo snel vreemd gaan. Ze gaan niet zo snel met andere guys daten, afspreken. Ja. Dat is iets, daar ben ik wel zeer kritisch op. Als je een hoge bodycount hebt, dan zeg je geen relatiemateriaal voor mij. Hè? Ja. Ik heb nu een grote neus, ik denk dat deze afgebeten gaat worden nu. Maar ik ben daar zeer strikt in. En ja, ik vind man en vrouw, dat is een andere slag, dat zijn ook andere regels, in mijn opinie. Naar bodycount toe, ja, zeker. Ja. Oké, dus hè, dat was over het deeltje van dat vrouwen doelen moeten hebben. Maar wat zijn eigenlijk uw doelen? Wat is uw point of life? Ja, echt waar je zegt exact. Van, ja, dat wil ik bereiken in het leven. Als ik ga kijken van, dat is een heel moeilijke vraag, als ik ga kijken van, wie wil ik uiteindelijk worden? Waarom ben ik hier? Ik vind dat heel moeilijk. Maar het antwoord dat het meeste zou kloppen, denk ik. Verder is geen fout antwoord. Natuurlijk niet. Als ik ga terugkijken, ik wil een persoon zijn dat ambitieus is. Ik wil dingen hebben bereikt. Omdat dat mij ook gelukkig gaat laten voelen. Ik denk, je moet vooral gelukkig zijn bij jezelf. Bij mij is dat, ja, ik spreek heel veel over doelen. Omdat als ik doelen behaal, ga ik financieel vrij zijn. Als ik financieel vrij ben, kan ik voor andere mensen zorgen. Kan ik liefde. Veel zaken komen altijd terug op geld. En ook hoe dat je omgaat met jouw emoties. Hoe ben je met jezelf? Geld kan veel kopen, maar op lange termijn echte liefde. Dat vind ik echt heel mooi. Ik heb een vision board. Ik heb daar een mooie dame. Mooi blond, kaaklijn, fijne neus, dikke lippen. Dat is mijn type. Mooi slank lichaam. Ik ben niet zo voor de dikste borsten, de dikste billen. Ik wil een mooi gezichtje. Yeah. En een dame met inhoud, waar ook echt iets achter zit, waar ik... Ja, echt 3 mooie kinderen mee gaan hebben. Nu gaan we terug over het onderwerp vrouwen. Vertel iets meer over dat vision board. Want ik... Vision board, ja. Dus point wat is dat eigenlijk voor mensen die dat niet kennen? Vision board is eigenlijk hoe wil ik worden inderdaad. Wat zijn jouw doelen? Dus ik heb daarop staan bijvoorbeeld een mooi huis, modern. Ik wil dat strak hebben. Ik wil een elegante lifestyle hebben. Mooi gekleed zijn. Dus anders print ik mannen af in kostuum. Mooie auto. Ik heb daar kindjes op staan. Ik wil 2 dochters, 1 jongetje. Als ik kan kiezen, maar 3 kinderen. Ik heb daar horloges op staan. Ik heb daar, dat is eigenlijk wat ik wil bereiken in het leven. Omdat voor mij toe, ja, point of life is een heel moeilijke vraag. Maar ik denk dat je jouw doelen moet nagaan. Dat jij gelukkig bent en de mensen waarom jij geeft, dat die ook. Je kan niet iedereen altijd 100% gelukkig maken, maar.
Ik weet niet, ik vind dat een heel moeilijke vraag. Ik weet niet hoe jij daarover denkt, want dat is heel breed, hè? Ja, dat is inderdaad echt een brede vraag. Er zijn zoveel antwoorden op. Maar ik persoonlijk, goh, point of life. Ik denk persoonlijk dat we hier zijn om eigenlijk alles en iedereen beter achter te laten dan dat we hier gekomen zijn. Dus wat ik persoonlijk mijn doel is, is eigenlijk echt het beste uit mijn leven halen. Dus daarom wil ik ook iedere dag goed benutten, productief zijn en iedere dag vooruitgang maken. Zodat je, als je eigenlijk op het einde van je leven kunt zeggen van kijk, dit heb ik verwezenlijkt. Ik heb veel geld verdiend, omdat ik veel heb kunnen reizen en kunnen genieten, mijn familie goed hebben kunnen zetten. Dat je ook weet dat je kinderen goed zitten. Snap je dat die geen zorgen moeten maken? Dus ik denk, ja, zeker de point of life, echt zo je familie en je vrienden het kunnen beter maken dan dat ze het al hadden. Omdat jij sowieso veel invloed hebt op de mensen rondom je. Vertel eens, wat staat er op jouw vision board? Wel, ik persoonlijk heb het nog niet effectief gemaakt, allee, afgeprint of zo, maar een vision board in mijn hoofd, omdat, even terzijde, een vision board is heel goed, omdat je dan dagelijks herinnerd wordt aan je eigen doelen en letterlijk je vision en je visie, dat je die nooit uit het oog verliest. Bij mij, de wereld staat eigenlijk op in het algemeen, omdat ik van reizen word ik echt gelukkig nieuwe plekken op de wereld leren kennen. En ook nieuwe mensen in ieder land. Dat is ook een combinatie, hè. Ik heb bijvoorbeeld ook... Ik weet niet, ik kom vaak op social media over als een dik. Mm-hmm. Als een arrogante eikel. Maar ergens ben ik ook wel lief, heel soms. Mm-hmm. En ik wil later ook wel iets bereiken voor mezelf, maar ook voor... Sta bijvoorbeeld op, zo'n zwart jongetje. Zo lachen, echt mooi. Ik wil daar iemand een goed leven kunnen opbouwen in Afrika, of een school of dergelijke. Mm-hmm. Dat draait voor mij, daar draait het geld ook om. Het is niet alleen voor mij, maar voor andere mensen. Nee, inderdaad. Dat is ook waarom dat ik zeg, de wereld, omdat je kunt de wereld rondreizen, op plekken komen en andere soort mensen met een andere visie leren kennen. Daar leert je iets van. Jij kunt hun iets bijleren. Ook sowieso, ja, graaf een auto. Ik denk dat iedereen dat wel wilt. Maar dat is eerder voor een verder stadium in het leven. Ik zou dat niet, denk ik, direct morgen komen, moest ik heel veel geld hebben. Omdat, ja, dat is niet prioritair, snap je? Dat kun je als extra op het einde toevoegen. Ja, persoonlijk, in mijn opinie, wil je echt gelukkig zijn, geld is zeer cruciaal. Maar ik denk dat je je geld met jouw emoties moet mengen. Dus voor andere mensen ook. Niet alleen cadeautjes kopen, maar echt levenskwaliteit van andere mensen omhoog kunnen brengen. En ik denk dat dat wel, ja... Dat geeft je een goed gevoel, hè? Je bent een heel gedisciplineerde persoon met grote doelen, maar ik weet ook dat je ergens zo die warme kant hebt. En dat is wel mooi dat ik... dat mag echt wel gezegd worden, ja. Jawel. Het geeft je altijd een goed gevoel. Stel, je kunt iets, zoals je zegt, iets doen voor iemand anders. Ja. Iets kopen of iets restaurant trakteren. Dat geeft je het gevoel van, kijk, ik heb iets gedaan voor die persoon. Ik krijg er appreciatie van. En dat, daarvoor wil ik het ook doen. Ja, maar als je geen geld hebt, ja... Je bent beperkt, hè? Ja. Je kunt niet verder... Het is heel belangrijk met hoe ga je om met jouw geld. Persoonlijk... Ik ben ook bezig met mails en dergelijke. Ik vind dat aantrekkelijk. Maar los daarvan, die hebben... die denken anders. Seksueel is ook anders. Maar die hebben ook zo dat mama figuurtje in hun. En hun pakken mij mee... Sugar mommy is een groot woord. Maar ik heb wel dames dat ik... mij op restaurant of wellness. En nu, ik weet, ik zeg dit openbaar, en daar is een zeer uitgesproken opinie ook over. Maar ik heb zoiets als jonge guy, ik ga mijn geld nu niet... Als ik weet dat dat niet serieus is, dat dat gewoon een chick is voor mij, dat is tijdelijk, dan ga ik daar niet te veel geld aan uitgeven. Later ga ik ook cheesen en daar voor mensen... Dan Bilzerian. Ja, dus... Zou je zijn lifestyle willen hebben, Dan Bilzerian? Hij is heel breed. Ik ken ook wel modellen die voor hem werken. Ja. Want hij betaalt die vrouwen toch? Om rond hem te zijn? Of... Daar durf ik niet. Echt cash betalen niet, maar wel met auto's. De levensstijl. Ja, het is de vibe die je moet hebben. Lijkt me leuk, maar tot een bepaald moment zou ik toch splitsen naar... Ik wil gewoon één vrouwtje. Ja. Ik weet niet of ik later... sommige mannen spelen echt met andere regels. Dat is gewoon zo. Geld, macht, power, status. Als je al die dingen hebt, dan ben je gewoon van, dan ben je gewoon van een ander kaliber. Je gaat geen shotgun kogel in een
handgeweertje krijgen. Nee. Dus dan speel je met andere regels. Kan je meer vrouwen hebben? Ik weet niet, mocht ik geraken waar ik zou willen geraken, dan weet ik nog altijd niet of dat ik meer vrouwen zou willen hebben. Dus ik weet niet, ik vind het een moeilijke vraag. Ja, maar ik denk wel persoonlijk, Adam Bozerian heeft een heel uitgesproken lifestyle. Als je hem opzoekt op Instagram, je ziet altijd 10 vrouwen rond hem, champagne, veel geld, exact. Dikke auto's, iedereen vindt dat graaf. Maar ik denk persoonlijk dat als jij dat hebt, zoals je zelf zegt, je gaat dat snel, denk ik, beu worden. Want om den duur, jij apprecieert niet meer de waarde van die vrouw, of van dat geld, of de luxe, omdat dat is alledaags. Je hebt dat iedere dag en je knippert met je vinger, je hebt dat. Exact. En die meerwaarde, de echte waarde, gaat je halen uit die ene vrouw waar dat je echte liefde mee hebt. En ja, dat je ga je denk ik dingen meer appreciëren dan... Ja, ik zou ook wel eens die levensfase willen hebben, hè. Sowieso, maar ik denk wel dat het is redelijk leeg, oppervlakkig, zou ik zeggen. Er zit geen... Ja, uiteindelijk... Zo geen inhoud. Zo... Ja, ik vind het ook heel moeilijk om dat even om terug te gaan van... Ik heb ook dames gehad. Ik vind het zeer moeilijk om verliefd te worden, niet zozeer, maar mijn vertrouwen in dames, dat is weg. Heeft iemand op mij gecheat? Nee, ik heb nog geen relatie gehad. Ook gewoon omdat... Ja, ik heb geen dame gezien. Dat ik denk, zij mijn vrouwtje worden. Want dan ga ik daar ook echt moeite voor doen. Brieven, rozen, al die dergelijke zou ik doen voor mijn vrouw. Ja. Maar ik heb nu... ik heb een dame, ik zal niet expliciet gaan, maar... 30 plus, ze heeft een huis met die kerel. Meerdere jaren samen. En we spreken nog steeds af en doen... Intiem contact, ik zal het zo zeggen. Intiem contact. Dus ja, ik had het net over de dame, ze heeft een relatie een paar jaar en ze gaat nog steeds vreemd. Ik heb die leren kennen door social media ook weer. Social media heeft echt grote impact, maar niet alleen op het gebied van vrouwen, maar ook ja, heel veel mensen gebruiken dat op een negatieve manier en gaan heel veel consumen eigenlijk in plaats van zelf content te creëren, want je kan er wel echt ver mee komen als je het slim aanpakt, ja. Ja, inderdaad. Ik heb ook in een vorige podcast, toen ik nog monoloog deed, aangekaart dat de jeugd van tegenwoordig, allez, ook wij zelf zijn er schuldig aan, de hele tijd alleen maar scrollen op social media, de hele tijd content consumen, maar ja, snap je, daar bereik je eigenlijk niks mee door alleen maar dingen te zien en nee, ja, te scrollen. Is het echt beter dat je zelf iets gaat... produceren, ja. Want ja, daar zijn jij nu eigenlijk wat mee bezig. Want voor diegenen die je nog niet kennen, je content creation op Instagram, hoe zou je het omschrijven, de content die jij creëert? Veel vroeger, modellenwerk is een groot woord, maar ik deed wel fotoshoots vooral. Mm-hmm. Dus dat waren veel fotoshoots, foto's dat ik daar postte, maar nu ga ik meer naar fitness en ik ga ook meer kleding stellen. Ja. Ja, meer business in de toekomst ook wel. Ik weet niet of jij van plan bent om eigen YouTube-kanaal ook nog op te starten. Ah, wel, het grappige is, ik heb vroeger een YouTube-kanaal gehad toen ik 14 was. 500 abonnees of zo. Maar ja, dat was eigenlijk gewoon zo wat zeveren. Maar goh, ik haal nu meer voldoening uit gelijk dit, een podcast, eerder echt een gesprek. Omdat ja, dat biedt echt wel een meerwaarde, snap je? Tegenover gewoon... een prank al maken, ja oké, dat is heel grappig en dat is leuk, maar daar haalt je niet echt zo voldoening uit, snap je? En dat heb ik wel bij een podcast. Het ding is ook, ik ga daarop inpikken, we hebben het nu gehad over business, relatie, we hebben onze opinie zeg maar gedeeld met heel veel mensen. Degene die dit luisteren, mensen gaan tegen ons zijn, ook met ons, dus we gaan een nieuw netwerk opbouwen, mensen dat hetzelfde denken zoals ons, we gaan daarmee contacten en dat is ook weer... Dus dat is een voordeel. En persoonlijk, ik zie het zelf ook wel... ja, het is een beetje een dagboek. Dit is nu een podcast. Instagram kan je op terugscrollen. Maar als je echt met YouTube en zo gaat beginnen... Ja. Ik ben daar momenteel nog niet mee bezig. Maar in de toekomst ben ik wel van plan. Ja. Je kan er altijd aan terugkijken. Dus je kan zien, die kleine Maxime, hoe was die toen? Je ziet er ook jezelf groeien. Jezelf veranderen doorheen de jaren. Plus... Je kan er ook wel veel geld mee verdienen als je het slim aanpakt, ja, natuurlijk. Er zijn heel veel YouTubers en dergelijke. Maar als jij consistent bent en je ziet dat op 5 jaar of zo. Ik zeg maar, 5 jaar zou zeker moeten lukken. Als je echt dat als jouw job wilt doen.
Ik zelf ik ben geen YouTuber, dus ik kan niet te diep gaan in dat vak. Maar ik denk wel, met elke skill dat je wilt leren, als je gewoon daarvoor gaat en je bent elke dag er consistent mee bezig, dan kan je dat behalen. En ik denk YouTube dat zoiets heel moois is voor onze jeugd. Je hoeft niet per se deze business talks te doen. En je kunt ook gewoon je eigen persoonlijke blog, hè, zeggen, weet ik veel, ACID of dergelijke bijvoorbeeld. Als jij zo'n kerel bent. Dat is een hele KD, hè, die gast. Inderdaad, ja. Hij heeft een heel ander levensstijl. Ja, daarom. Maar hij is meer op de humoristische kant en op de... Oh, we zien maar, dat is leuk. En dat heeft ook zijn publiek, want je ziet het slacht ook exact, aan. Ja, exact. Dat is echt... Ik heb hem ook... We waren aan de zee met de boys vorig jaar. Mm-hmm. We waren in de gym. En hij was daar ineens. We hebben nog samen geflexed en zo. Ah, ja, ja. Dus je ziet maar van gewoon een jongen dat hij ook is beginnen filmen. Mm-hmm. In het begin mensen gaan altijd lachen met ja, sowieso. Omdat ik werd uitgelachen en zo. Terwijl ik heb nu 15.000 volgers op Instagram. Dat is helemaal niet te vergelijken met die grote. Nee, maar ik bedoel maar, als jij nu al ergens mee start, mensen gaan altijd praten. Of ze praten over jou omdat je anders bent. Of mensen kijken naar jou omdat je een schaapje bent. Dus, ja, inderdaad. Het draait vooral om die consistentie, ik denk met eender wat dat je begint, draait vooral gewoon dat je daarmee blijft doorzetten. En zoals gezegd, met ACID, ja, 7 jaar geleden is die ook begonnen met gewoon een klein kanaal. Niemand die er waarschijnlijk naar keek, veel mensen die lachten. Maar ik denk als ze nu zien wat voor een groot publiek dat die heeft en veel mensen die er naar luisteren, dat ze nu echt wel beseffen van oké, als hij blijft doorzetten, komt hij er wel echt. Oké, okay, Maxime. Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat we een goede babbel hebben gehad. Ja, wel zeker. Ik vond het echt wijs om eens op de podcast ons gesprek te hebben. Want... Jawel, we hebben veel gesprekken inderdaad naast de podcast. Dus nu kon het toch eens vastgelegd worden. Jawel, jawel. Dat anderen ook eens konden luisteren waarover we het hadden. Hoe wij denken, inderdaad. Ik moet wel zeggen, veel dingen die hier besproken worden. Ik ben ook niet het perfecte plaatje, want ik praat heel veel over business en perfecte lichaam creëren. Ik zelf, ik ben ook nog niet waar ik wil zijn, dus dat wil ik zeggen, ik wil niet de man zijn die heel veel gaat praten, maar uiteindelijk, want ik ben niet waar ik wil zijn, ga ik dat ooit zijn, dat weet ik niet. Maar het is wel belangrijk om gewoon een goed doel voor je ogen te hebben, en als je die mening deelt, zo heb ik jou ook leren ontkennen, leren kennen, en zo zit ik, nu zit ik hier in Sint-Niklaas. Inderdaad, wie had dat gedacht, 3 jaar geleden, Insta, en dan... Ja, je vriendschap opgebouwd, gechamd, nu een podcast. Dus ik zou zeggen, merci man, om ook uw verhaal te komen delen, uw visies, uw meningen te delen. Ik hoop dat iedereen die luistert en kijkt, dat die er iets van kunnen leren. De camera, dat jullie er iets aan hebben. En hopelijk kunnen we de toekomst nog eens een podcast maken. Sowieso. Over een paar jaar, dat we kunnen zien waar we dan staan. Jawel, terugblikken. Dus, nee, is goed man. Dankjewel voor de invite en tot de volgende misschien. Yes, bedankt om te luisteren allemaal en tot de volgende keer. Ciao.